Eva Schippers, u geeft een voorstelling hier, maar ik zie helaas weinig publiek. Ja, ik doe het 24 uur en ik slaap wel een paar uurtjes 's nachts. Maar dan uiteindelijk op zo'n dag pak je toch heel veel mensen mee. En hoe zijn de reacties? Ja, heel wisselend. Sommige mensen vinden het heel raar. En er komen heel veel jongeren langs. Die zitten daar op het ROC, denk ik. En die komen allemaal in groepjes kijken en me nadoen vanaf de andere kant. Want gisteren deed ik wat heel anders. Dus het is heel verschillend. Sommige mensen die schrikken een beetje van me of die denken dat ik bijvoorbeeld niet echt ben. Want ik sta soms gewoon een uur stil. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dat vind ik altijd superleuk aan zulke plekken. Ja. Het is eigenlijk, ik noem het ook zelf een performance, niet een voorstelling. Meestal dit bijvoorbeeld wat ik vandaag doe, dat zijn eigenlijk houdingen. Dat heet dan tableau vivant, een levend standbeeld, zeg maar, of een stilleven. En dat doe ik dan ongeveer een uur. En ik heb een wekker en dan na een uur gaat de wekker af en dan stop ik. En dan begin ik een kwartiertje later nog een keer. En dan doe ik het misschien een iets andere houding, maar dan ga ik weer een uur staan. En ik ga natuurlijk gewoon wat eten en ik moet soms plassen. Maar ik probeer wel, zeg maar, dat mensen op zo'n dag, 's ochtends en 's avonds, me een paar keer tegenkomen. Dat is natuurlijk leuk als mensen vaker langslopen. Dat ze dan denken, oh, ze staat er nog steeds. Of, Maar als ik al die uren reken en dan, ik weet ongeveer wat u hiervoor krijgt, dan denk ik dat u hier voor een heel mager uurloon werkt. Nee, het valt mee. Het is, ze hebben een mooi bedrag gegeven om het te kunnen realiseren. En soms als kunstenaar, de ene keer kies je ook gewoon om iets te doen omdat je daar wat van leert. En dan is het misschien niet zo belangrijk dat je daar heel veel geld mee verdient. En de andere keer dan is dat belangrijker, dan ga je daar juist meer... Dat ligt er een beetje aan. Ik kan hier heel veel van leren. Ik vind het heel leuk om te doen en om te kijken wat er gebeurt. Ik woon in Amsterdam. Kijk, als er niemand komt, ik ga hier niet voor niks staan, zeg maar. Je moet wel een beetje, het is wel het idee met als je zoiets doet, dat je reactie krijgt van mensen. Ik heb de kunstacademie gedaan in Groningen, aan de Academie Minerva. En ik heb een master gedaan in de AKI, de DAI, in het Dutch Art Institute in Enschede. Vlakbij. Het doek wat u gebruikt, dat lijkt op een parachute. Ja, het zijn twee parachutes. Ja, ik heb ze aan elkaar genaaid en dan wordt het één grote bal, zeg maar. Goed. Ja, je zou er ook een mooie tent van kunnen maken. Nou, dat denk ik wel, ja.